Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik echt iets superleuks, namelijk, we hebben dit vast voorbij zien komen en ik ga gewoon al stuk als ik over nadenk. Ik heb ook echt koulo veel zin hierin. Iedereen kent het programma First Dates en aan First Dates deden twee gasten mee, namelijk deze en deze. Het ding was alleen dat zij elkaar al kenden. En dit is het bericht wat gestuurd werd. Deze gasten van Skadi. Skadi is een studentenvereniging in Rotterdam, volgens mij. Volgens mij is dat een roeivereniging, dacht ik. Moesten voor ontgroening op tv komen, toen hebben ze allebei aangenomen First Dates en naast elkaar opgegeven. Gewoon voorkeur afstemmen. En zo zijn ze dus gematcht als gaykoppel. Ze hebben dus gezegd gewoon dat ze precies leken alsof ze elkaar wilden vinden. En toen zijn ze dus gematcht. Die aflevering is ook gemaakt, maar First Dates is erachter gekomen. En die hebben gezegd, yo luister, we hebben geen zin in dat dit in de aflevering zit. Dus ze hebben het eruit geknipt uit de echte aflevering, die voor mij vandaag online komt. Maar het stond wel eerder al op internet. En ik heb de beelden! Yes! Het ging ook echt helemaal viral overal. Hetero's doen alsof ze elkaar niet kennen, hebben een nepdate op tv. BN en Vara schrappen bedriegers uit First Dates. Zijn alleen onrechte dates uit. Nou, dat snap ik helemaal. Gelukkig kun je de nepdate als met mij. We gaan kijken. Ik heb er echt zin in. Mag ik een... Zou je misschien afvragen van waarom zit hier zo'n zwarte rand naast het beeld en waarom is het beeld zo lelijk? Het komt omdat iemand met zijn telefoon het beeld heeft opgenomen. Zo kort heeft het erop gestaan. Justus weet ondanks zijn jonge leeftijd heel goed wat hij zoekt in de liefde. Wel een beetje op... Nou, hoe zeg je dat? Hoeft voor mij geen opschriftje te hebben. Dit is de eerste Justus student geneeskunde, zo mooi. In zijn joggingbroek te komen. Dus je kunt, nou, als je het zo mag zeggen, iets bekaktere type is wel leuk. Ik heb deze video's dan gekregen van studentenkak op Instagram. Ja, ik moest een shout-out geven. Nee hoor, ik zei zelf, zal ik een shout-out geven? Toen zei ze, ja, graag. Dus mensen, ben je nou op zoek naar studentenkak? Dan weet je te vinden op Instagram. Er zit natuurlijk wel een max aan, hè. Dus als iemand heel brallerig tegen het personeel loopt te schreeuwen, daar hou ik ook niet van. Besef wat, hoe je dit zegt, zonder te lachen, is echt knap, man. Hoe is ie vandaag? Ja, goed. Beetje zenuwachtig, maar dat... Toch wel? Hij is zenuwachtig. Hoort er volgens mij gewoon bij. Besef trouwens, dit las ik dus net. Dit is echt geniaal. Ze waren dus bang dat ze niet met elkaar gematcht zouden worden. Ze hadden allebei dus een date, maar ze waren bang dat ze niet gematcht zouden worden. En dan zit je dus met iemand die echt homo is. Daar heb je er een. Dat is natuurlijk fucking kut, want iemand komt daar om echt liefde te vinden en dan kom jij daarheen als grap. Ze zeiden van, dan zouden ze gelijk met de bindeloos zijn gaan gezegd van, yo, dat is een grap. Maar ze hadden dus als tactiek, en dat vind ik echt super slim, had de ene gebeld en gezegd, yo, sorry, maar ik ben een uurtje later. En toen kreeg die andere een telefoontje van, hey, je date is een uur later, dus je kan een uur later komen. Waardoor ze wisten van, we zijn sowieso met elkaar gematcht. Geniaal, maar over na ook echt geniaal. Waar ben je opgegroeid? Niet in Rotterdam dan? Ook. Nee, in de buurt van Utrecht. Maar dus oh, het beeld beweegt een beetje. Die ging echt een lamme arm. Wat een... Hallo Jens, leuk. Besef, hij ziet hem hier binnenkomen. Hij ziet hem hier binnenkomen. En hij weet het is kassa. Dat je er bent. Heb je er zin in? Ik heb er heel erg zin in. Ja, maar je ziet hem al staan. Ja. Ze kennen elkaar gewoon, zo mooi. Ja, hij is een knuffeltje aan. Aangenaam, aangenaam. Zenuwachtig? Ik vind het best spannend, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, dat maakt twee van ons. Ja, eigenlijk precies wat ik opgegeven had. Als... Precies wat ik opgegeven had? Ja, omdat je precies hem wilde matchen. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik studeer bedrijfskunde in Rotterdam. Rotterdam ook. Rotterdam ook. Ja, ook. Zeker. Ja? Zeker. Geneeskunde, dus niet op de fuck altijd. Oh, wat leuk. Maar even hierna, hoe stuk zijn zij gegaan? Even serieus. Holy shit, ouwe. Nee, lust vast ook wel het een of ander te drinken. Ja, ik wil denk precies hetzelfde als wij. Chardonnay. Dan weet ik meteen wat voor gast het is. Ja. Wat je in huis vandaag. Ja. Gelijk wat voor gast het is. Oh, echt knap dat dit zo naar voren houden, zeg. Oh, gekend. Ik stuur alleen in Rotterdam. Ik woon in Den Haag bij mijn ouders. Ah, Den Haag. Den Haag, dat zeg ik altijd. En dan vlieg ik een beetje over. Want ik woon eigenlijk in een klein dorpje Montse onder Den Haag. Oké, aan het strand. Ja, aan het strand. Ja. Waarschijnlijk een keer geweest. Dankjewel. Chris. Nou, cheers. Op de gezondheid. Heel een beetje zo spannend ook. Dat jeetje, dat is echt... Als ik hier naar kijk, krijg ik trouwens verschrikkelijke dorst. Gelukkig zijn wij de vrienden van de berg. Kijk mensen, inmiddels weet ik dat iedereen van jullie deze fles heeft. En zo niet, staat er een link in de beschrijving. En jullie hebben vast ook al allemaal heel veel pots. En zo niet, staat er een link in de beschrijving. Maar, wist je dat Air Up zelf ook content maakt? Ze zijn actief op TikTok en Instagram. Dit zijn de accounts. En ik volg ze allebei. En ik kan je niet verklappen dat zij binnenkort wat nieuws gaan announcen. En dat ik daar waarschijnlijk ook wel mee te maken heb. Dat is leuk, hè? Daarvoor moet je dus even de kanalen van Air Up volgen. Die staan hier in de beschrijving. En mocht je nou inderdaad nog niet zo'n lekkere fles hebben of pot, ga dan naar de link in de beschrijving en koop die Air Up fles. Deze man gebruikt hem. Elke dag. Vaak in het water te vinden. Ja. Nou, ik heb een zeilboot op het strand. En daar, ja. Dus ik ben een beetje van het zeilen. En dat is bijna 80% van mijn leven. Ik vind het wel leuk. Snel eigenlijk als we zo over praten. Lachen hoor, leuk. Besef trouwens dat de productie heeft hierna, of de redactie, heeft hierna deze gast nog geappt. Ik heb dus dat appje, maar dat laat ik wel aan het eind zien. Ik heb het appje wat zij geappt en wat deze gast terug hebben geappt. Nee, ja, jullie mogen mee. Eindelijk lekker eten. Eindelijk lekker eten. Zullen we even kijken? Inderdaad. Wat is het dan? Hij heeft hele mooie ogen. En hij is natuurlijk een ontzettend charismatische gast ook. Los van hoe hij eruit ziet. Hij lult makkelijk met hem. Dat is niet normaal dat ze dit allemaal uit hun duim zijn. Ik vind het echt bizar knap. Ik zou al lang helemaal stuk zijn gegaan. Je moet even doordrinken, Jens. Ben je al rijden? Moet je nog rijden? Ik ben met de auto. Kijk, dan zou ik het niet lastigvallen. Maar als jij gewoon lekker wilt gaan, dan breng jij me thuis. Ja, helemaal goed. Dus, ja. Dat is niet doen. Dat ben jij me thuis? Oh, mooi. Ik ben ook natuurlijk heel veel in Friesland voor het zeilen. Oh, dat heb ik helemaal niet gezegd. Vertel daar even wat meer. Ik heb dat helemaal niet gezegd. Echt. Ik heb het helemaal niet gezegd. Hij verlult zichzelf hier. Hij verlult zichzelf. Omdat hij hier bedenkt, ik ga te snel. Ik loop daar van stapel. Toevallig. Ik doe veel windsurfen. Je windsurf, ja. Dat, weet je in elkaar. Oh, ik heb letterlijk gezegd. Het zou leuk zijn als hij ook windsurft. Ik raad hem een stuk, ik vind het zo goed. Wij hebben best wel. Nee, jij hebt wel veel mooie krullen. Heb jij zo'n heel goor maatje? Zal ik eventjes mijn mat laten zien? Ah, prachtig. Prachtig maatje. Prachtig maatje. Surf dude mat. Een surf dude. Een surf dude mat. Ik ga te luisteren, man. Een surf dude mat. Wat de brie. Weet je hebt misschien nog niet heel erg doorgehad, maar ik heb een ontzettend slecht gevoel voor humor. Nee, vind ik niet. Ik vind dat je heel goed gevoel voor humor hebt. Zit je nou gewoon met mij te flirten? Ik ben nu met jou aan het flirten. Ja, nou. Een beetje. Dus, ja, dat mag ook wel. Ik ben het zeggen. Het is First Dates. Man, dit is zo goed. Oh, mijn god. Nou, het moment van de waarheid. Daar gaan we. Dan moet je dus nu zeggen nee. Nou, het moment van de waarheid. Dat zal het worden. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Nee. Ik voelde het helemaal niks. Ik snap niet hoe jullie, we hebben zo'n slechte match ook. Ik wil het zeggen, er is helemaal geen overeenkomst of zo, dat hele gesprek. Grafje, ik vond het hartstikke leuk. Ik zou heel graag nog een keertje met je op date willen. Ik ook. Ja? Leuk. Nou, mooi. Heb je het leuk gehad? Ja, ontzettend. Ja? Ja, jongens. Het lijkt bijna alsof er over nagedacht is deze match. Oh ja, goed zijn wij, hè? Goed zijn wij! Goud. Fucking mooi. Deze blauwe ogen fonkelen als de sterrennacht. Blauwe ogen fonkelen als de sterrennacht. Mag ik even kotsen? Het is een match. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Het is een match, natuurlijk. Wij kunnen dat. Wij kunnen dat, hè. Hebben we ook nog die, dat eindshot? Oh ja, mooi, 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 mooi. Oh mijn god. Bij Justin en Jens sprongen de vonken vanaf. Talloze dates volgden en het werd steeds leuker. Dit is ook een oude foto volgens mij. Voor mij is die foto gemaakt voor dit. Ze zijn zo hoog de boot van elkaar en ze inmiddels op de verkeering hebben. Zo schitterend, wauw. Groot applaus voor deze gasten. Chef, dit appje werd dus gestuurd. Hi, dit is Laura, eindredacteur van First Dates. Heb je tijd om mij even terug te bellen? Graag zou ik even met je kletsen over geruggeld rondgaan. Alvast bedankt. Waarop gereageerd wordt. Hey Laura, vanavond tentamen is het oké als we morgen contact over hebben. Nou, de rest is geschiedenis. Het is geschrapt uit de officiële aflevering, maar... Als je meekijkt... vind je altijd de leukste dingen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb echt genoten. Ik vond het fucking leuk. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Stream Cupido. Als je het niet gedaan hebt. De nummer 1 van Nederland. Dat zijn wij. Eurovisie, we komen. Daarvoor kijken. De groeten.